Martinello. En de Polt is ook voor Lombardi. In het zicht van de vaste camera's, hier bij de finish. En er wordt vroeg aangegaan. Links, Capiot zit erbij, in tweede positie. Dan binnendoor. Waar zit Cipollini? Daar komt hij, helemaal naar links toe. Cipollini en Minali. Minali, het wordt denk ik Nicola Minali of Cipollini. Nee, ik denk Minali voor Cipollini. Minali, Cipollini, Sforada, dat waren de eerste drie die ik zag. En dan wordt Cipollini dus toch een keer verslagen in de eindsprint. Door Nicola Minali in deze Ronde van Italië. Eindelijk een succes in deze 78ste Ronde van Italië voor de Gewies ploeg. Nicola Minali, vorig jaar etappenwinnaar in de Ronde van Frankrijk. Nu dus winnaar van de zesde etappe in de Ronde van Italië. De eerste nederlaag voor Cipollini. De Gewies ploeg heeft hard gewerkt, heeft het tempo ook hoog gehouden samen met de Mercatone Uno ploeg. En dan doe je dat ook omdat je sprinter het af moet maken. En dat deed de 25-jarige Nicola Minali uit Verona. We kijken nog eens naar die sprint. Links Minali in het blauw van de Gewies ploeg. En links van hem komt Cipollini. Daarachter Sforada, alles links, die drie. En Minali houdt het. Cipollini probeert nog langs zij te komen. Maar komt eigenlijk iets te kort. Het verschil, ruim een halve fietslengte. Cipollini 2, Sforada eindigt op een derde plaats. We kijken nog eens naar de sprint uit de lucht. Daar komt Minali. Cipollini schuift door naar de tweede plaats. Lombardi uit de Polti-ploeg is geslagen. Sforada komt te laat. Schuift nu door naar de derde plaats. Maar Minali wint. Verschil een fietslengte. Mooie overwinning voor de Italiaan. Minali, Cipollini, Sforada. Lombardi inderdaad vierde. En Citerio eindigt hier op een vijfde plaats. In het algemeen klassement verandert weinig, want Rominger blijft daarin. De leider voor Von Driest en Casagrande. En dan Berzin, Ugromov, Rebellin, Tonkov, Lely, Belli. Dat zijn de eerste negen. En het beeld van de winnaar van Nicola Minali